Vier jaar geleden stond Vitesse ook in de finale van het bekertoernooi. We weten allemaal hoe het toen afliep. AZ werd verslagen en het team schreef geschiedenis door de eerste prijs in de historie van Vitesse te winnen. Met spelers van toen blikken we terug op die memorabele periode. Als ik terugkijk, dan krijg ik weer een glimlach op mijn gezicht. Het was een hele mooie periode als het ware, met als het mooiste natuurlijk de finale. En die aanloop daar naartoe was ook mooi. Ik begin natuurlijk in de beker dat seizoen. En dat gevoel is altijd hetzelfde, van ja, in de beker is mooi en je kan de beker gaan halen, Europees voetbal. En alleen als je de eerste wedstrijd speelt, dan heb je dat gevoel helemaal nog niet. Je merkt gewoon elke wedstrijd die je wint, je komt gewoon dichter. Het is eigenlijk aftellen richting de bekerfinale, als in qua wedstrijden natuurlijk. En je weet dat je gewoon zo meteen een keer tegen een zware tegenstander gaat aanlopen. Maar ja, ook die kleinere, met alle respect, kleinere teams zijn ook gewoon lastige wedstrijden, zeker in de beker. Ik weet alleen vooral dat we in de kwartfinale was het, dacht ik, tegen Feyenoord. Ja, was echt een hele mooie wedstrijd. Dat Guram de bal binnenkopte, als ik het goed herinner. Daarna moet je tegen Sparta, daar. Dus dat, is, dat was ook lastig. Maar ook die kom je goed door. Dan weet je dat je richting de finale gaat. En dan wordt het echt serieus. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat we daarna, zeg maar, na die training, of ja, ook tijdens de training, al die supporters er waren. En dan zie je ook hun passie en zo. En dan wil je alleen nog maar winnen. En dan kan ik ook nog herinneren dat we daarna dan, zeg maar, naar de bus gingen en, om te vertrekken. En dat was helemaal, ja, allemaal supporters en vuurwerk en fakkels. Dus dat was wel, dat kan me wel goed herinneren. Ja, dat er zoveel, ook veel emotie bij supporters was, weet je wel. Dat het echt, dat ik echt bij mezelf dacht van ja, hun hebben nog meer emoties dan onze spelers eigenlijk, weet je. Dus dat is wel echt iets wat wordt bijgebleven. Het liefst zou ik gewoon die wedstrijd dan gewoon direct die finale spelen, weet je. Dat je wakker wordt en meteen spelen, maar het duurde voor mijn gevoel echt heel lang voordat we pas die wedstrijd hadden. En ik kan me herinneren, we zaten volgens mij toen in Noordwijk, volgens mij, hotel daar zo. Ja, dat kan me nog goed herinneren. En dat iedereen, het was wel een beetje een gespannen sfeertje, maar ook wel weer ontspannen. En ik weet, ja, wat ik al zei, ik zat met Navarone op de kamer dan. En ja, altijd grapjes, we gingen altijd grappen maken erover. En bijvoorbeeld de nacht daarvoor ook, zeiden we ook van ja, als je maar kan slapen, weet je wel, Navarone voor. Dus dat was wel grappig. Maar nee, het was gewoon heel, ja, toch wel gezonde wedstrijdspanning, maar iedereen had wel echt zin om te spelen. En je merkt dan alles en het stadion. En het was fantastisch met de supporters erbij natuurlijk, van beide clubs. En die sfeer. Je merkt dan alles dat het gewoon een andere wedstrijd is dan anders. Dus we begonnen die wedstrijd, wat ik me kan herinneren, sowieso redelijk zenuwachtig als Vitesse zijnde. En AZ was duidelijk de betere. Ze schoot nog een keer op de lat volgens mij. Ik kreeg nog een goede, ja, nog een kopkans of iets dergelijks. Dus de eerste helft zag er niet goed uit, moet ik eerlijk zeggen. En dat AZ het beter van het spel had, ook wat mogelijkheden. Vrije trap voor me op de lat, als ik het goed heb. Penalty geval, ja, nee, met Kruiswijk. En, ja, dat is er allemaal, doorstonden we dat, zeg maar. En hebben we, ja, in de rust, spreek ik natuurlijk wel over, jongens, sorry, maar dit, zo kunnen we niet nog een keer nog een helftje spelen. Want dan, dat is niks, dat gaat niet worden, weet je wel. In de tweede helft voel je wel dat het steeds, ja, gelijkwaardiger wordt en ook dat de twijfel bij hun er een beetje insluipt. Want ze begonnen natuurlijk heel, heel sterk, maar hun zakte ook een beetje weg. En toen hadden wij Ricky van Wolfswinkel in de spits staan. Toen Ricky van Wolfswinkel de eerste binnen tikte. Rashica, Vitesse heeft nu wel 3-4 man in het 16 meter gebied en daar een doelpunt. Daar is de goal voor Vitesse. 10 minuten voor tijd, Ricky van Wolfswinkel. Ja, toen was er echt een grote ontlading en iedereen sprong op vanuit de bank en juichen. Een paar rennen ook het veld en al bij het eerste doelpunt. Ja, dat moet ik zeggen. Het moment is geweldig. Het zijn natuurlijk momenten wat we veel vaak in de competitie ook hebben gehad, als in de voorzetten van Rashica. Het was of mijn hoofd en de bal of de hoofd en de vuisten van de keeper waarschijnlijk of zo. Maar gelukkig werd het eerste en dan is het eigenlijk een... Het was nog een soort van... Op het moment dat het gebeurde, zat ik in niveau van yes, jongens. Van damn, we hebben die goal, weet je wel. Dat is echt mega belangrijk, weet je wel. En dan was het heerlijk voor ons. Het gaf je wel iets meer rust en veel vertrouwen voor het team. Die eerste was natuurlijk super lekker, maar die tweede was nog veel lekkerder. Want dan heb je wel zoiets van nu is klaar, ja. Van Wolfswinkel gaat er achteraan. Staat geen buitenspel. Dan zou hij het hier kunnen beslissen. Van Wolfswinkel! En dat doet hij! Twee keer! Ricky van Wolfswinkel, de man van deze finale. Die was heerlijk, moet ik eerlijk zeggen. En op dat moment, mijn eerste gedachte was van... Het is Ricky van Wolfswinkel.
moet ik ook proberen als Marco van Basten een goal te maken. Je kon hem in één keer op de slot pakken. En, maar nee, dat ik denk dat mag gewoon normaal doen. Maar je merkt gewoon dat moment dat die bal lang kwam. En ik weet wie ik bij hem heb. Ik weet dat er veel ruimte is. Dat het niet compact is. Dat er één verdediger eigenlijk is. En dat ik die goed uitkap en dan met links geweldig binnenschiet, denk ik. En die ontlading daar, ja, dan weet je eigenlijk wel, dan mag het niet meer fout gaan, weet je wel. Dus die ontlading daar, die was enorm. Die konden we ook echt met het hele team delen. Dus dat was, ja, dat was enorm. Soms dan leek het gewoon heel onrealistisch, zeg maar. Dat was echt apart. Maar ja, als je naarmate dan ziet dat je gewoon, ja, dat het bijna de wedstrijd gespeeld is, dan krijg je wel echt kippenvel van. En dat het, ja... Ja, de eerste prijs in de clubgeschiedenis, weet je, dat krijg je dan wel echt, dat voel je dan wel echt. Wat er achterweg komt, achter zo'n wedstrijd, dat is nog veel leuker. Want ja, supporters en iedereen bij de club, iedereen bij Vitesse, ja, die had gewoon, die werd helemaal wild en die was zo blij en die vreugde en de mensen werden gelukkig als het ware. Dus dat is misschien nog wel leuker om te zien dan dat je op veld staat. Je hebt echt iets moois bereikt voor jezelf, maar ook zeker voor de club en voor iedereen die iets met Vitesse te maken heeft. Dat zijn momenten dat je zegt, kijk, je hebt een bekerfinale waar veel spelers nooit zullen gaan spelen. En dan heb je nog weinig spelers die een beker zullen winnen. En dan heb je nog zo'n dag als in de huldiging. En dat is een geweldig moment. En dan daar merkt je gewoon... Je weet hoe erg de Vitesse supporters en de Arnhemmers daarna toegeleefd hebben om een prijs te winnen. Als je uiteindelijk in Arnhem komt, wat ik me daar nog van kan herinneren, dat het wel echt gewoon chaos in de stad was. Weet je. Overal mensen, met vuurwerk of vlaggen. En, ja, dat is gewoon echt een chaos. Dus ik kan me nog wel herinneren dat ik me echt verbaasd van zoveel mensen die het hebben, natuurlijk mee hebben gemaakt. En dan zie je gewoon bij de mensen die emotie, weet je wel, dat het gewoon... Voor hun is het ook zo speciaal, weet je. En voor onze spelers ook, maar ik denk voor de supporters was het... Maar nog specialer. Van die dag erna weet ik dat toen gingen wij op de bus een tour door de stad en alles, de hele stad kwam ons even naar ons zwaaien en aanmoedigen en dat was hartstikke leuk om te zien. En als je dan daar die huldiging doet, als je dan langs de straten kijkt, als je ziet hoeveel passie de mensen hebben, hoe trots ze zijn, hoe blij ze zijn, ja, dan weet je echt van, dat hebben we er ook wel voor gedaan, weet je wel.